Hallo, kikkers, en welkom hier op de gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dien de Remus. Jawel, alles is goed aan het verlopen. Er is nog één die naar het wijk gaat. Dus ik pak even de lift. Voilà. Het is niet om luiheid, maar dan kan ik even beter vloggen. Welkom op een nieuwe vlog. Mijn naam is Simon de Remus. Ik heb mijn tandjes gepoetst. Mijn vlog zit in renderen, dus daar heb ik gisteravond mee gedaan. Wat ik ook heb gezegd. Ik ben er wat verkouden. Jammer genoeg. Dus ja. En ginder zijn ze ook goed aan het bouwen, dus we krijgen ook nieuwe mensen. Dus ik zal het eerst laten zien. Ginder. Zijn ze helemaal bij aan het bouwen. Dus dat is goed. Krijgen we weer al nieuwe mensen hier in ons wijk, zal we zeggen dan. Die aan het uitbreiden is. Top. Allee, ik zie jullie zelfs allemaal terug. Ik ga nu straks ervan richting mijn werk vertrekken. Dan weten jullie dat. Nog mijn boterhammetjes nog in mijn valiesje steken. En dan... Goo, 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 goo. Weet je wat ik heel vreemd vind? We gaan even de muziek wel uitzetten. Mijn boterhammetjes in mijn vleesje steken. Mijn drinken in mijn vleesje steken. Mijn auto is nu aan het voorverwarmen. En dan gaan jullie ook nog eens horen hoe lang dat ik nodig heb om mijn auto te starten. Dus we beginnen dat op deze fragment op 30. Ik heb mijn gordel al aandoen terwijl... 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18 seconden. Pak 18 seconden. Heeft hem nodig om op te starten. Ja, wat. Dan vraag ik me toch af, hè, wie dan toch in onze gang er was. Of alles die terug naar binnen gegaan. Dat kan ook. Allee, ik ben dus onderweg naar mijn wijkje toe. Het is wel frisjes, het is 2 graden. Brrr. Zoals morgens vroeg, hoe laat is het eigenlijk? 7 uur 30 stipt. Voilà, dan weten jullie dat. Spreken, geen verkeer. Opkomst. Ja, opkomst wel, maar ik bedoel, die met mij richting mee rijdt, die mij voorrang moet geven, was niemand opkomst. Oh, dat is wel frisjes. Dus ik ga zelfs ook de verwarming aanzetten hier in mijn wagen. Lekker dat het lekker warm terug wordt. Maar we mogen niet klagen, want binnenkort komen er terug de warme temperaturen naar ons toe. Heb ik gehoord. Boven de 10 graden. Damn you. Dat is echt voor een ziek te worden. Maar ja, zeker of niet. Ik probeer er toch nog altijd iets van te maken. Vandaag ook de livestream die om 7 uur voor mij nog van start moet gaan. Tot 22 uur ga ik het proberen uit te houden. Dus te zien hoe mijn gezondheidstoestand het uithoudt. Als het echt niet meer gaat, dan stop ik ook met de livestream. En dan pak ik ook al mijn rust. Want een verkoudheid is nooit leuk. Nooit, nooit, nooit. Oh. Allee, mensen. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Vandaag geen livestream. Sorry ervoor. Sorry, sorry, sorry ervoor. Maar het gaat echt niet vandaag. Ik ben vandaag gaan werken. Maar ik heb te werk. Sorry, als jullie de volume
wel geprobeerd, ook voor jullie, om te laten zien dat ik veranderd ben. Dat ik echt veranderd ben. En dat ik niet van kletbrokken thuis blijf. Ik heb de griep. Ik heb geprobeerd aan te werken. Maar het lukt niet. Ik hou jullie sowieso op de hoogte. Hoe het gaat met mij. Maar ja, de griep, dat is gewoon uitzieken in bed. Vertrekken naar mijn dokter toe. Kom mee. Versneld. Ik heb ook een COVID, COVID-19 test erbij. En die is maar geldig tot eind vorige maand. Ik ga vragen aan de dokter als die nog geldig is, ja of nee. Oh, anders moet ik gewoon nog een nieuw kopen. Allee, ik laat wel jullie iets weten. Zo, ik ben hier nu bij de dokter aangekomen. Een klein stukje te voet verder gaan. Tot zo. Plezant is iets anders. Dat wel, ja. Oh, mannetjes. Zo, mijn COVID-19 test. Wat kost een COVID-test? Dat kost niet. €7 heb ik gehoord. Oh ja, ik heb ze gekregen van de kamer. Ja. Oh, en ik bloed. Zo mensen, hier mijn COVID-19 test. Het is... negatief, dat betekent dat ik het niet heb. En ik heb nu gewoon een ordinaire verkoudheid wat de meeste mensen hebben. Voor de verkoudheid en veel rust. Jij hebt de griep opgevangen, zo gelijk de andere mensen, heeft hij gezegd. Oké dan. Ja. Zo ja. Mensen. Ik ben ook mijn vriendin gaan halen. Die gaan mij zo wat verzorgen. Ik ga me direct neerleggen in mijn slaapkamer, in mijn bed. Als ik iets nodig heb, dan gaat zij daar voor zorgen. Bijvoorbeeld als ik zeg van, we hebben een lekkere warme chocomelk of zo, dan
ook al is het een warme chocomel, ook al is het maar iets van medicatie wat je nodig hebt, stuur mij en kom brengen. Hoort je het, mensen? Zo'n lieve kind heb ik, die mij goed verzorgt. Ja, zo'n verzorging heb ik nog niet eens gehad van u. Dat is wel waar. En nu moet ik nog wel eens doen. Hier hebben jullie mijn hand! Ja, en zelfs nog eens wat invoegen. En ik heb zo een lopen tegen de neus. Zwaar verkouden, griep. Al thuis, ja, was zelfs naar de dokter. Dus hij heeft wel laten weten, laat hij altijd elke ochtend weten als hij naar werk gaat. Maar deze keer heeft hij dat er niet bijgeschreven omdat hij ziek was, maar ik denk wel dat hij echt wel is gegaan. Hij gaat er niet zomaar zeggen dat hij niet is gegaan of hij wel is gegaan. Ik stuur altijd naar 3 mensen, 's morgens vroeg. Dat is Chris, Evelien en Bea. Dat is mijn lieverd. En als ik dan 's morgens zo stuur, dan weten hun 3 eigenlijk, hij is wakker, hij gaat werken. Is het niet? Ja. Ja, omdat je normaal altijd al erbij stuurt. En nu ga ik vertrekken naar mijn werk. Ja. Dat heb ik eens deze keer gisteren niet eens bijgeschreven, maar ik ben wel gaan werken. Maar het is me mislukt. Ik voelde me draaierig. De monitor heeft dan gezegd van, ja, het is best dat je dan naar de dokter gaat. En naar huis gaat, want je zit ook thuiselijk. Oh. Ik bedoel, ik ben nu ook wat thuiselijk. Oh. Niet leuk, mensen, zo verkoudheid hebben. En mijn oprechte excuus. We moeten nu niet kwaad zijn op mij. Ik wou het vandaag doen. Vraag het ook maar aan Bea, want Bea gaat dan zelfs ook dan nog wel iets zeggen. Weet je wat, ik... schat? Als jij niet kunt livestreamen, ik wil mij wel verschut zetten in uw plaats. We zullen zien. Ik wil wel in uw plaats een livestream doen, maar dan moet jij weten, hè? Ja. Dus mensen, je hebt mijn voorstel gehoord. Ik praat nu gewoon met Dimitri en jullie horen het ook. Ik wil hem helpen, maar hij moet zelf ook willen. Dat is waar. Ik ga dan proberen dan zo goed mogelijk dan alles dan straks klaar te zetten voor de livestream. Dus je moet wel denken, het is van 7 tot 10, hè. Ja, en als het me echt niet lukt tot 10 en het is bijvoorbeeld al 9, dan kom ik u even halen, dan kun jij nog even praten met de live. Ja. En dan hoef je niet te gamen, maar gewoon te zeggen hoe je je voelt, wat je gedaan hebt en zo van die dingen of zo, weet ik veel. Gewoon dingen verzinnen voor de mensen het leuk te doen maken. Oké. Je hoeft niet per se de hele livestream erbij te zijn, maar ook niet de hele livestream. Snap je wat ik bedoel? Ja.
Maar ik ga sowieso ook in de toekomst, gaat de dag sowieso veranderen van de livestream. Ik weet nog niet naar welke dag, omhoog van wat ik wel ondervonden heb, is dat ik elke keer goed vermoeid ben. Ik zat weer alleen goed in de bocht. En zij is zoals traag. En hier nog één, maar niet in de bocht. Die zat goed. Ja, niet in de bocht, zei ik toch al. Ja. Ik vind dat gewoon gevaarlijk. Nee, waarom zet je auto hier? Ja, want als ik aan mijn kijkertjes weer al reclameren, zodat ik ben niet de slimste, dan staat je weer op mijn grond. Ze heeft weer al pas gereclameerd. Ah. En één ding, dus in de grond. Dus dan weten jullie dat ook. Ah, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Moet je nog iets zeggen? Lieve kijkers, ik hou van jullie, ondanks dat ik het niet altijd laat blijken. Terwijl dat de vlog van gisteren voor de derde keer op een render staat. Derde keer, hopelijk geen vierde keer. Of anders er, ja, ga ik weer een andere oplossing moeten zoeken voor het toch online te krijgen. Want ik heb nog altijd een backup plan. Ben ik ook aan het eten. En van de livestream, jullie zullen het wel nu al echt hebben gezien, ik ben aan de dokter geweest. En dat wil ik jullie ook dus echt bewijzen van, kijk, dat het niet goed gaat bij mij en al. En vroeger was dat echt zo gezeven van, ja, is hij wel echt ziek, ja of nee. Kijk, ik heb hier zelfs mijn medicatie nu al bij mij, maar ik ga ook gaan innemen. Levocetirizine, 2,5 milligram plus dexamethasone, 0,25 milligram. Deze moet ik innemen, zowel 's morgens, 's avonds, 's morgens, 's middags en 's avonds. Laat ik mijn stopje vallen van mijn fles. Dat nu ook nog. Dus even gaan oprapen. Da-di-da-di-da-di-da. Nou, ziet je ook wel dat alles wat in slow motion gaat. Even mijn schoentjes uit doen. Of beter gezegd, mijn boten. Oh, mannetjes, mannetjes, mannetjes. Voilà, mijn fles nog gauw toedoen. En dan ga ik wel alsjeblieft deze vlog ook al in elkaar steken op mijn computer, denk ik. Ik weet het nog niet. Ik voel me echt niet goed, belabberd, moe. Ja, dat is geen snoep, hè. Dat is geen snoep. Dat moet niet bij de snoepdoos liggen, want dat zijn rennies. Ach ja. Ik ga nu eens van mijn spaghetti eten, wat mijn ouders hebben gemaakt. Dankjewel mama, dankjewel papa. Voor daarvoor, voor mijn eten te klaar te maken. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op mijn belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe livestream is. Sorry, deze week dus geen livestream, maar volgende week zeker en wel een livestream. Echt waar. Ik baal er nu van. Ik heb begin van de week gezegd tegen Exo. Ja, er gaat een livestream zijn donderdag. Toen was het nog kip lekker en al. En zie mij nu donderdags aangebroken. Zo ziek als een hond. Ik heb een COVID-test gedaan. Ik heb... de dokter heeft dan ook gezegd van... Ja, ik heb een hele zware verkoudheid. Noem maar op wat onder de mensen is... En deze jaar heb ik dus geen griepspuit dus laten zetten. Je ziet, ik heb de griep nu. Jee. Allee, tot morgen. Yo.